Hey, welkom bij dag drie van Sell Your Gold, de um, challenge. En um, ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe is het nou gisteren gegaan? Uh, heb je een aanbod gedaan? Um, hoe voelde dat? Was het spannend? Was het leuk? Um, wat was de reactie? Uh, heb je een ja gekregen of een nee of een misschien? Um, ja, hoe was het? En, um, laat het me vooral weten in de Share Your Gold groep of in. Uh, uh, in een DM. Uh, ik ben echt reuze benieuwd. En um, gisteren hebben we het ook even gehad over je ride right Fit Clients. En daar wil ik het vandaag nog even verder met je over hebben. Dus ik heb een presentatie voorbereid die ik heel graag met je wil gaan delen. En uh, um, hopelijk het werkt mee. Ja, nou, daar is hij. Um, even kijken. Klanten ja. vinden. Ja. ja, hoe doe je dat? Nou, ik had natuurlijk gevraagd van, hey, uh, uh, kijk eens eventjes wat er allemaal al is. Hè. Wat heb je al voor een aanbod in huis? Kijk ook eens, wat, wat, uh, wat zijn al goede uh, uh, aanbiedingen die je gedaan hebt? En uh, ja, wat voor soort klanten zijn er eigenlijk allemaal? Nou, er zijn natuurlijk klanten die zijn uh, koud. Die kennen jou nog niet, die hebben geen idee. Uh, die moet je helemaal nog ja, interesseren voor jouw aanbod. Dat is best wel een uitdaging. Um, je kunt ze bellen als je denkt: Hé, hey, dat lijkt me een leuke klant. Ik, uh, ik wil het uitproberen, dan kun je ze bellen. Dat heet koud bellen. Vroeger heb ik dat heel veel gedaan. Dat was uh, heel spannend altijd. Um, maar goed. Nee, heb je, ja, kan je krijgen. Dus je kan het altijd proberen. Je hebt natuurlijk uh, klanten die een beetje lauw zijn, dus die weten al wel dat jij bestaat. Die hebben misschien zelfs alles een keer iets geliked. Um, die zouden misschien best interesse kunnen hebben, maar die weten gewoon niet goed genoeg wie jij bent en wat jij voor hen zou kunnen betekenen. Dus die zou je dat kunnen vertellen. En je hebt natuurlijk de klanten die al uh, ambassadeur van je zijn, die al iets eerder bij je gekocht hebben. Of die, um, die jou uh, ja, een warm hart toedragen. Dus veel over jou delen, tegen andere mensen over je vertellen. Uh, misschien uh, een heel trouw klant bij je zijn, dat kan natuurlijk ook. Um, dus ja, wat voor, wat voor soort klanten uh, zou het makkelijkst zijn om te benaderen? Nou, je begrijpt het antwoord natuurlijk al. Um, natuurlijk, die warme klanten. En, um, en ook de lauwwarme klanten. Mensen die gewoon toch al interesse getoond hebben, die zou je natuurlijk best wel nog wat warmer kunnen maken door ze gewoon eens aandacht te geven en eens te kijken wat er dan gebeurt. En dan dus niet meteen een heel sales e-mailtje naar ze sturen. Maar gewoon eens, eens wat interesse tonen in die ander. En vragen van hé, hey, waar loop jij nou tegenaan? zonder dat meteen iets te willen verkopen, maar gewoon om eens te inventariseren van hey wie hangt er nou eigenlijk allemaal om je heen die mogelijk wel interessant zou kunnen zijn. Um, en we hebben daar wel een beetje een blinde vlek op. We hebben ook een beetje een blinde vlek op het laaghangend fruit zoals dat wel genoemd wordt. Eigenlijk de dingen die al heel dichtbij zijn, bijvoorbeeld klanten die al heel enthousiast zijn, die al eerder iets bij je gekocht hebben, die eigenlijk zitten te wachten. Uh, totdat jij weer iets uh, komt aanbieden, die gewoon heel graag met jou willen werken. Maar als jij ze geen aanbod doet, dan denken ze, nou, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Um, dus daar liggen kansen. En die, ja, het is best wel handig om dat eens gewoon eens heel goed te gaan inventariseren van waar zijn die kansen. Dan heb ik misschien oud collega's of vrienden of uh, mensen in mijn omgeving, die eigenlijk altijd heel geïnteresseerd zijn als ik ze iets vertel over wat, ze, wat ik doe. Maar die ik eigenlijk helemaal niet als klant gezien heb. Omdat ik he eigenlijk helemaal niet met ze gepraat heb over het probleem waar ze mee zitten. Of dat ik ze eigenlijk niet genoeg uh, ja, aandacht heb gegeven. Wat als je dat wel zou doen? Zou ze dan een klant van je worden? Dus wat is het laaghangend fruit? Dat is je makkelijkste uh, manier om uh, ja, te verkopen. En natuurlijk is dat wel spannend. Want als het dus iemand is die al eerder klant bij je geweest is die dan nu nee zegt bijvoorbeeld dan kan dat voelen als van ja maar ja maar je vond het eerst toch leuk hoezo zeg je dan nu nee kijk mensen hebben altijd heel veel redenen waarom ze iets wel of niet doen en dat hoeft helemaal niet per se persoonlijk te zijn als jij het gevoel hebt dat dat wel zo is, omdat je dienstverlening nog niet goed genoeg was. toen je die klant voor de eerste hebt geholpen. dan kan je daar natuurlijk wat aan doen. Dan kan je die klant ook vertellen van. hé, hey, maar ik, ben, uh, ik doe nu dit en het, uh, dit past veel beter. En dan kan je ook. Uh, um, ja, met ze overleggen van. hé, hey, wat, wat, waarom wil je het eigenlijk niet? Um, en dat is ook handige informatie waar je wat mee kunt. voor eventuele volgende gesprekken. Door. Uh, Verzamelen van bezwaren. Um, kun je ook je hele uh, verkoopstijl. aanpassen. En kun je ook veel beter. als iemand zegt. ja, maar ik heb geen geld. dan heb je veel beter antwoord. Want. Uh, geen geld is eigenlijk altijd. Uh, een smoes. En geen tijd is. bijna altijd ook een smoes. En iemand ziet het gewoon niet zitten. of die ziet het niet voor zich. of die voelt niet wat het resultaat zou kunnen zijn. En het is aan jou om dat. Uh, natuurlijk helder te maken. En dat. Gaat beter met mensen die jou al snappen en die, die al weten van dat jij eigenlijk best wel heel veel goud te bieden hebt. Um, uiteraard. Want ja, die hoef je niet te overtuigen. Maar dan nog steeds um, vinden we het soms heel vanzelfsprekend dat als een traject afgerond is, dat je dan niet nog, een, nog iets voor diegene doet. En dat je ook niet vraagt: hé, hey, wat zou ik nog meer voor je kunnen betekenen? En eens te kijken: van, kan ik daar een aanbod voor maken als je dat leuk vindt? Hè? Dus het hoeft natuurlijk niet, hè? maar het is wel, er liggen wel veel kansen. En uh, ik denk dat het heel slim is om die kansen goed te inventariseren. En dat is dus ook de opdracht voor vandaag. Ga daar eens eventjes serieus naar kijken. En ga dan vervolgens. Kijken naar hoe ga ik nou mijn aanbod het liefst doen? Kijk, sommige mensen vinden het heel leuk om koud te bellen. Die vinden het echt leuk om als ze iemand nog niet kennen... gewoon diegene te bellen en dan zichzelf voor te stellen. en dan een heel verhaal te houden. Uh, andere mensen vinden dat de hel. Uh, het is wel een van de moeilijkste dingen om te doen. Uh, maar ja, hoe ga jij je klant benaderen? Vind je het fijn om een DM te sturen? Vind je het fijn om een nieuwsbrief te schrijven? Vind je het fijn om gewoon social media posts te maken? Um, dat zijn wel allemaal manieren die een beetje, ja, hoe zullen we het zeggen, um, makkelijk zijn. En ook een beetje, um, nou ja, de resultaten daarvan, die zijn wat minder groot als dat je iemand rechtstreeks benadert, dat je iemand persoonlijk um, benadert, een oud klant uh, gewoon eens belt of er eens een keer mee gaat lunchen en gaat vragen van hé, hey, we hebben toen zo leuk samengewerkt, kan ik niet nog iets voor je doen? Allemaal kansen die gewoon liggen en die je 9 van de 10 keer helemaal niet pakt. Wat super zonde is. Dus um, ja, ik zou je willen um, motiveren en inspireren om hier echt eens even goed over na te denken. Dus, um, wat zijn manieren waarop jij. Uh, jouw laaghangend fruit zou kunnen benaderen. En kies een paar simpele manieren die niet zoveel spanning opleveren. Dus bijvoorbeeld social media-post of een nieuwsbrief of dat soort dingen. Maar ga ook gewoon eens nadenken: hé, hey, ik zou die persoon eigenlijk nog wel verder willen helpen. Of ik zou die persoon, die is altijd geïnteresseerd in mijn berichtjes, die stuurt altijd leuke reacties. Wat als ik die gewoon eens uitnodig voor een call? En als ze nee zeggen, dan is het helemaal niet erg. Dan vraag je gewoon, hé, hey, goh, wat is de reden? En dan uh, onthoud je dat en dan bedenk je voor de volgende keer van... oké, okay, nou, zo kan ik dat uh, volgende keer aanpakken als iemand die reden geeft. En als iemand het niet wil, ja, ik ben zelf heel erg van de graag of niet. Als iemand het niet wil, ik ga nooit iemand overhalen. En, um, want ik weet altijd wel, je voelt wel of je het wil of niet. En, um, en je mag het ook gewoon bij de ander laten om... Om die keuze te maken dat is, je mag wel helpen om, 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 uh, om de keuze te maken door uh, bezwaren, zeg maar uh, uh, aan te pakken, maar je moet wel uh, ook goed voelen van hey, ben ik diegene nou aan het overhalen, wil die echt? Of... Uh, of twijfelt hij te erg en dan zeg ik bij twijfel, doe het gewoon niet, want dan krijg je er waarschijnlijk ook spijt van en dan wordt de samenwerking toch minder leuk als dat die 100% ja is. Dus ja, dat is ook een kwestie van oefenen en aanvoelen en gewoon uitproberen en ook eens een keertje af en toe op je bek gaan en ontdekken van, oh, daar heb ik toch wel een beetje te veel gepusht. Oh, ik heb daar zelf niet naar mijn eigen gevoel geluisterd. Hè. Denk dan aan de non-negotiables, waar, waar ik uh, gisteren over had. Van hé, hey, waar ligt jouw grens? Weet je wel, wat, wat wil je wel? Misschien hoor je jezelf in één keer zeggen: Ja, maar dat kan ik wel voor je doen. Terwijl je eigenlijk had voorgenomen om helemaal geen uitvoerende taken meer voor mensen te doen. Weet je, dan voel je van: Oh, ik ben iemand aan het overhalen? Dan ben ik vanuit een soort schaarste gevoel dat aan het aanbieden. Dat is niet oké. Okay. En uh, ja, dit kan je alleen maar. Gewoon door goed te oefenen kan je, dit echt, ja, kan, je dit, kan je hier heel goed in worden en dit heel goed aanvoelen. Dus mijn uitnodiging is om dat te doen. Bedenk gewoon weer een aanbod wat je vandaag aan je laaghangend fruit kunt aanbieden. Doe gewoon dat aanbod. Het is een aanbod. Het is een handreiking. Het is, een, het is iets wat je geeft. Je komt niks halen. En uh, ja, dat is een belangrijke gedachte die je in je hoofd moet houden op het moment dat je sales doet. Je komt iets brengen. Je komt niet iets halen. Je komt goud sprenkelen. Je komt iemands leven beter maken. Je komt een probleem oplossen. Dat is wat je komt doen. En uh, ja, go do that. En uh, heel veel succes daarmee natuurlijk. En laat me vooral weten hoe het ging. En als je vragen hebt, dan kun je me altijd eventjes een berichtje sturen. Katatkatconno.com. Hé, hey, tot morgen. En uh, heel veel succes hiermee. Ciao!